Als fanatieke golfsurfer wilde Nick leren langer onder water te blijven zonder in paniek te raken. En daarom besloot hij te gaan freediven. Een sport waarbij je zo lang mogelijk je adem moet inhouden. Ja, heb je hem? De stopwatch? 3, 2, 1. Eén minuut. Twee minuten 30. Ja, dat is best lang. Ja, ik hoop vanavond wel wat langer, maar... Ja, want vanavond heeft Nick zijn allereerste freedive-wedstrijd. Bij wedstrijden zijn er verschillende disciplines. In de Nederlandse zwembaden trainen ze er 2. Zo lang mogelijk onder water zwemmen... en zo lang mogelijk in het water liggen en je adem inhouden. De wereldrecordhouder kan dat maar liefst 9 minuten en 4 seconden. Bij freediven in buitenwater gaat het om zo diep mogelijk duiken met 1 ademteug. Maar ik heb net 1 minuut mijn adem ingehouden. Maar bij 50 seconden ging ik kijken, dacht ik, oké, ik hou hem nog wel 10 seconden vol. Maar het wordt wel een rotgevoel. Ja. Dus dit voelt niet lekker. Waarom doe je dat? Ja, het is voor mij echt... puur eigenlijk ontstaan door het surfen. Het surfen wordt heel lang onder water getrokken. En ja, daar wil ik eigenlijk heel rustig mee worden. Het gevoel dat je onder water bent met weinig zuurstof. En hoe lang kan je dan onder zijn bijvoorbeeld soms, als het even tegen zit? Als het tegen zit wel een goede 30 seconden, maar dat is vaak onverwachts. Dus vaak heb je je zuurstof niet genomen, dus je hap lucht. En dan is het vooral, dan is het gewoon heftig. Ja, ik had al moeite mee in het zwembad, want dan zwom ik misschien maximaal 5 meter onder water. En dan kwam ik in paniek vaak boven. Oh, echt? Ja, dus dat voor mij had wel een negatief effect op mijn surfen. Maar hoe kom je aan die angst? Met mijn zwemles voor mijn A-diploma ben ik onder water getrokken. Ik heb dat als heel nare ervaren en na mijn A-diploma wilde ik dus ook gewoon niet verder. Ik heb ook alleen mijn A-diploma gehaald. Nick is de confrontatie aangegaan met zijn jeugdtrauma om beter te worden als surfer. En al snel wierp het freediven zijn vruchten af. Ik heb in maart mijn cursus gedaan. Ik ben in mei op mijn eerste surftrip gegaan, weer met een groep vrienden. En daar heb ik eigenlijk golven gepakt die ik normaal niet zo zou pakken. Je hebt echt de hoogste golven tot nu toe voor. Die je normaal niet zou durven te pakken. Ja, dat was weg, die angst. En dan zou je ook kunnen denken van, oh ja, dus je weet nu dat je langer onder water kan. Dit helpt je nu bij het surfen. Oké, dat is klaar. Maar nou ben je ermee doorgegaan. Ja. En nu ga je straks naar een wedstrijd. Ja, je wilt toch weten waar je max ligt. Oh, echt? Wat zijn je verwachtingen? Ga je winnen? We winnen niet, maar ik ga zeker mijn persoonlijke record verbreken. Ja? Ik heb echt al in mijn hoofd om 4 minuten te halen. En qua afstand wil ik zeker de 75 meter voorbij. 75 meter zwemmen is dat? Ja. En dus 4 minuten onder water blijven? Ja. Maar net zat je op 2,5. Ja, ik moet echt flink mijn best doen vanavond.